Oké. Dus. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Hallo. Wat is dit? Wat zie ik nou op mijn scherm verschijnen? Dit is de open beta van Star Wars Battlefront. Ik heb gespeeld en ik laat het jullie nu zien. Ja, spooky. Ja, Oké, spannend. Welke Battlefront? De nieuwste Battlefront, gepublished door EA. Gemaakt door DICE. EA Games. Challenge everything. Everywhere. Ja, ik weet ook niet waar. Mag ik vragen wat je allemaal aan het doen bent, Alden? Ja, leg het eens uit. Wat zien we allemaal? Ja, dit is dus de eerste keer dat ik het had opgestart. Dus ik ben allemaal een beetje aan het kijken van wat er nou allemaal is. Dit zijn de cards. Die kun je unlocken. En dat zijn zeg maar granaten of een sniper. Of een jump boost. Of... Beetje zoals poker. Nee. Oh. Dan heb je, hier de main weapons die je dan hebt. Dat zijn dan meestal... nou, hier zijn het er gewoon 4. Zit er ook sniper tussen of zijn het? Oh, en deze wilde ik uiteindelijk halen, jongens. Zo drrrr, ding. Zag er vet uit. Is het gelukt ook nog, of niet? Ja, ik heb bijna alles unlocked. En dat zal ik ook laten zien. Hoeveel heb jij gespeeld? 7 uur. Nou, dat valt nogal mee. Zo. Nou. Nou, heel veel dingen zijn dus nog niet available in de beta. Ja. Het ziet er wel echt slick uit. Ja, hè? Slick en slang. Slick en slang. Ja, smooth. Ik weet niet wat dat is. Oké, de instellingen dus. Je kunt het ook met de controller, blijkbaar, dus... wow. En alles is fully customizable, de key van je toetsenbord, dus super chill. Ja, dat is onnoodzakelijk natuurlijk tegenwoordig. Ja. Ja. Je kon je ook weer kiezen uit tussen first person en third person. Ik zat eerst te denken van ja, third person, weet je wel, dat was Battlefield 2 ook, dus dat vind ik fijner, maar uiteindelijk ben ik op first person gebleven, omdat het een dikke shooter is dat meer op Battlefield 4 lijkt. Oké. Ja. Nou heb ik dat ook niet gespeeld, dus... Dikke surround sound 5.1 en 7.1. Ja. Dat is wel netjes. Ja. Ik had ook geen idee, ik zag een headphone en ik dacht, ik doe die headphone. Nou, hier dus, heb je dus missions. Je hebt helaas geen campaign mode. Dus geen story mode. Ah, dat is wel jammer. Ja. Okay. Maar wel missies die je solo kan spelen. Ik zal hier de... ga ik de eerste doen, zeg maar. En dit is gewoon... Als het goed is, heb ik er niet in geknipt. Dus gewoon echt precies de eerste keer dat ik het speel. En je zult wel zien dat ik soms paniek heb. En wegren. Dingen fout of mis. Dingen vergeet. Dus nou... Oké, dus we hebben 2 van deze video's. Ja. En de volgende doe je tegen mensen spelen of doe je dat ook een... Ja, nee, deze eerste is deze missie. Ja. Versus AI. En de eerste keer dat ik in multiplayer ben, de eerste map, zeg maar. En dat is zo min mogelijk geknipt, deze foto, dat je echt ziet van... Hoe je het speelt, hoe ik me voelde als jammer. Ja, oké. En dan het tweede filmpje wordt dan van wat ik nog niet in beeld heb gekregen. Dus alles krijg je dan te zien. Alle wapens, bijna alle heroes en dingen die je kan bereiden. Ja, ja. En wat is nu wat is de bedoeling? Dit is een survival mode, zeg maar. Dus ik krijg telkens waves van nu 5 plus enemies. Maar dit ziet er nogal uit als Battlefield 4. Het ziet er wel echt mooi uit, hoor. Kijk dan. Ja, ja. Oh, headshot meteen. Ik voelde me echt zo chill, jong. Toen ik die freaking clones ontzet... Oh ja, hier. Oh shit, het is destructible. Ik dacht van wegwezen uit deze tent. Oh, die clones ziet er vet uit, jongen. Inderdaad. Oké. De characters bewegen ook wel echt natuurlijk. Ja, echt. Ik zat er echt... dat zie je straks ook. Dan schiet je zo en dan stoppen ze van hoe ze lopen. En dan gaan ze kijken van waar ze naartoe kunnen gaan, zeg maar. Van... Waar veilig is. Ja, precies. Oké, dus ze gaan er niet meteen naartoe, ze kijken wel eerst of... Ja, dat is echt mindblowing, nou ja. Dat is gewoon echt nice. En linksbovenin zie je dus welke tegenstander dat je gaat... ja, dat is gewoon met de story mode alleen. Of de missions zie je dat alleen. Oké. Ja, het voegt niet echt verdere waarde toe. Heb je ook nog bepaalde tegenstanders die echt moeilijk zijn ofzo? Ah, je hebt dus natuurlijk ook... class is niet echt alleen bij missies. Kijk, die rode, dat is dus meer een soort heavy tank, zeg maar. Dus die was moeilijk om neer te halen. Maar het is niet echt dat je classes hebt, het is meer van welke cards kies jij. Dus welke spullen neem je mee in de battle. Zoals hier zie je dus rechts heb ik nummer 1 gekozen. Dat is een of andere grenade launcher of zo, als kaart. En nummer 2 is nog een ding. Dat is een charge ding. En nummer 3 is een jump pack boost, zeg maar. Okay. En wat ik hier aan het doen ben is een pot overnemen. Yeah. En dan zie je dus dat hij dus zo'n blauw rondje heeft. En als hij helemaal vol zit, zeg maar, dat witte cirkeltje helemaal blauw. Dan... Ah, het is nog niet, niet wat ik denk wat het is wat er nu aankomt, hè? Wat denk ik? Oh, het is een AT... Ja, AT-AT. Ja hoor. Dat was ook echt eng hoor, toen je dit voor het eerst had. Holy shit. Is dat dan like een boss of...? Dit is een soort tank. Kijk dan. De Rebels noemden dit een Chicken Walker. Ja, ik ben echt niet thuis in Star Wars. Nee. Ik zat hier echt zo van, wat moet ik doen? Oké, granaten gooien. Oh shit! Oh, daar heb je nog geluk ook. Gauw wegwezen. Maar... Hm? Kan dat ding ook over je heen stappen, dat je er nooit bent? Of? Ja. Oké. Ja, dat heb ik eerder gehad. Sowieso, nou kijk, die pot is dus nu helemaal volgecharged, dus die gooit deze dingen neer. Orbital Strike. Helemaal mooi. Ik wist niet wat ik moest doen. Dan krijg je een vierde, ofzo. Ja, je krijgt dus een vierde, dus een... Ja, een collectible special, die je dan kan nemen, zeg maar. Maar de vraag die ik dan wil stellen is dus, is als je niet thuis bent in Star Wars, of je vindt het... de film is niet leuk of zo, is het wel gewoon goed te spelen. Het is echt... Oh ja, ja. Het is gewoon echt Battlefield... Wow. Zo. Wow, ja, dat is nice hè, zo'n ding. Nice. Wat mooie explosies ook hè. Ja, het geluid is ook super chill. Echt zo nice. Ik merk het, ja. Maar oké, ja natuurlijk als je Star Wars hebt gekeken en Star Wars fan bent, dan is het natuurlijk super chill dit. Want het speelt zich alleen af in de laatste 3 films. Dus degene die als eerste werden gemaakt. Ja. Dus die... Maar ja, als je nooit wat van Star Wars hebt gehoord of gezien ofzo, dan is het nog steeds een superleuk spel om te spelen gewoon. Ja. Een super nice shooter. Het ziet er ook leuk uit. Is het meer close combat of is het meer zoals Battlefield echt... Ja, inderdaad. Hallo! Nee, het is... Kijk, want het zijn laser cannons of laserwapens zeg maar. Hè? Dus je schiet die dingen en die dingen blijven voor eindig en ever en ever en ever doorgaan. Dus je hebt eigenlijk gewoon dikke sniperrijvel, zeg maar. Oneindige kogels bedoel je? Of? Ja, dat ook. Maar nee, maar kijk, je schiet zo'n laser en met een normale kogel dan heeft die gravity, zeg maar. Dus dan gaat die kogel telkens meer naar beneden, zeg maar, toch? Ja, tuurlijk. Dus je hebt geen snipers nodig of zo? Ja, het is natuurlijk wel veel chiller als je sniper hebt, maar je kan echt gewoon van super ver iemand raken. Oh, die schaduw was ook nice, zeg. Ja, hè? Op de grond. Kijk, daar heb je nog één enemy over. Heb je ook verschil in maps? Dat, kijk, hier is een hele beetje een open map, maar ook eens bijvoorbeeld in een of ander gebouw of zo. Nou, er zijn dus 3 maps, dus deze en nog 2 multiplayer maps. Ja, dat is een snowmap heb ik gezien. Juist, die snowmap dat is echt een grote battlefield, zeg maar. Daar kun je echt dik sniper en zo. Dat is een open map. En die andere, dat is... hoe heet dat? Oké, je kan dus geen vogels meer halen. Dropzone ofzo. Maar dat was meer close corners en zo. Maar ook nog wel mooi. Maar ik neem aan dat ze dus ook wel nog meer maps gaan maken. Ja, ja. Er stonden ook wel wat meer maps. Alleen die waren nog niet available in beta. Oh ja, dat is logisch. Ja, ze moeten natuurlijk nog wel een beetje mooi maken als je het gaat kopen natuurlijk. Want hoe duur is de beginprijs? €60. Ja. En €70 voor de Deluxe Edition. En dan krijg je een paar aantal dingen nog bij. Oké. Dus het is echt voor de diehards die moeten alles wel hebben, zeg maar. Maar die ene pick, hè, wacht even check, die had een jetpack. Ja. Kun jij dat ook? Ik heb daar mijn derde kaart, zeg maar. Ja. Dus op nummer 3. Oh ja, ik zie het daar. Dat is een jetpack. Volgens mij gebruik ik hem zo nog een keer. Maar dan is het niet dat ik het in de lucht blijf, dat is meer gewoon dat ik even een jump boost krijg. Okay. Dus ja, hier ga ik het gebruiken. Hier, kijk. Ik spring. Een jump pack. 3. Wee, boom. Ah jammer. Net niet. Maar je krijgt dus geen damage als je valt? Jawel. Alleen niet als je de jetpack gebruikt. Er komt weer zo'n chicken lag, denk ik. Ja, er komt weer zo'n chicken walker aan. Dus ik denk van, oh shit, waar moet ik heen? Zo'n pot moet ik ook weer pakken. Ik zit te kijken van, wow, dat is die freaking spaceship van Darth Vader, waar die in zat. Oké. Ja, ik zat op dat punt echt de hele tijd rond te kijken van wow, dit is vet en dit is vet. En ondertussen word ik keihard beschoten en zo. Maar ze hebben wel echt mooi dan op de details gelet. Ja, dat je dan ook gewoon die chips en zo ziet en je ziet vogels vliegen en neergestotte oude spaceships. Het is wel een beetje een gekke planeet dit, of wat voor planeet is dit? Volgens mij was het Tatooine. Maar er zitten wel gewoon vogels. Wat is dat wat even die vent dan trouwens om zich heen? Oh, dat is een shield, een personal shield. Die kan jij ook nemen in multiplayer. Dus dan druk je gauw even op 2, maar waar nu zo'n ding zit. Ja, dit is zo'n, als je iemand anders een shield hebt en je gebruikt dat, dan kun je jouw weapon boosten zodat jij die shield disabled, zeg maar. Okay. Maar als jij dus een shield neemt, dan gaat die, neemt dus die dus de plaats daarvan in. En dan kun je voor een tijdelijk iets van 10 seconden even niet geraakt worden. Oh, ik kom daar even naar je toe ook. Nice. Ja. Uit pijn en dood, ik helemaal in paniek. Ik kan nergens heen. Ik heb hier een turret, dus ik probeer hem neer te zetten. Ik kan niet. Hier, ja, mooi. Ik heb geen idee of die doet. Nee, hij doet het niet. Moet je het zelf vermannen. Ik durf niet. Dat gaat moeilijk. Nou, Orbital Strike werkt niet. Je ziet kan niks zien. Hij zit recht daar, helemaal in paniek. Ah, is bijna, maar waar kun je zijn helft zien? Boven zijn zijn klein streepje. Maar hij is dood. Oh, dat ging makkelijk op zich. Dus ja, ik helemaal blij. Ja, vraag me niet waarom die avatar daar zit, ik weet het ook niet. Thank you for playing. Al 15 waves in het feesten. Oké. Nou, en dan als het goed is ga ik nu een multiplayer doen. Ja, en dan doe ik de eerste drop zone. Dat is dus, je hebt 10 minuten... 2 teams tegen elkaar en dan degene die het meeste dropcapsules heeft, droppots, of die er 5 heeft, de eerste die er 5 heeft, die heeft gewoon gewonnen, zeg maar. Oké, dan moet je me daar even laten zien wat die dingen zijn. Ja, ja, dat zie je. Soort van demolition of demolition, ja, capture the flag, zeg maar. Nou, capture the flag is als je iets van elkaar moet stelen. Ja, nee, ik denk dat het meer zoiets is als C4 of zo, planten. En dat je dat dan moet verdedigen en dan oploft die, maar hij oploft niet zo. Nou, hier zie je dus de startscherm voor de multiplayer games. De match is al gestart. Ik had geen idee. Ik dacht, ik moet hier wachten. Press to join. Staat er ook gewoon rechts. Ja. Nou, ik denk van, oh, kijk eens. Equip. Ik had hem al geëquipt. Wist ik niet. Oké, nog even equippen. Oké, doei. Even zeker weten. Ja, inderdaad. Maar nou, je hebt dus geen verschillende poppetjes, zeg maar? Poppetjes, karakters? Nee. Of niet op het moment. Je hebt later wel, maar dat was ook niet in beta. Is dat je eigen outfits kan maken, zeg maar. Of meer van hoe je eruit ziet. Maar ik weet nog niet precies hoe het eruit ziet, want dat heb ik niet kunnen testen. Want dat was niet in beta. Nou. En dit is de uitleg wat het is eigenlijk. Ja, het is niet allemaal Guild Wars 2, hè? Huh? Het is niet allemaal Guild Wars 2, hè? Het is niet allemaal Guild Wars 2, inderdaad. Nou, start. Kijk dan hoe dit eruit ziet. Nee, maar ik bedoel, zeg maar... kan je ook in-game trouwens je rifles en zo veranderen? Dat weet ik niet. Volgens mij wel. Volgens mij wel je rifles en je main weapon, maar je cards niet. Ik dacht hier van, oh wat een mooi water, even kijken. Ja. Nou, nu maar even vechten. Je voert echt niks uit ook gewoon. Nee, ik zit echt nog eerst even die map te bekijken, weet je wel. Oh die shit, kijk die lucht dan. Ja, inderdaad hè. Nice hè. Kijk dat dan. Oh die shit, ik zit wel echt af. Oh shit. Ik word helemaal beschoten, ik weet niet waar het vandaan komt. Je kan dus switchen, first person, third person. Ja, inderdaad. Met C. Als je C ingedrukt houdt, dan kun je switchen van first person naar third person. Als je C 1 keer klikt, dan kun je switchen van rechts naar links. Oké. Dus... nou, hoppa. Oh, doet hij even. Nice, dikke pro-plays, weet je wel. Die knakken tegen helemaal niks. Nee. Volgens mij own ik dit in het potje nog wel, maar dat was omdat het gewoon echt het eerste potje was. En... iedereen is wel een beetje slecht. Nou, daar is zo'n pot. Oh, het wordt van achter beschoten en wordt neergeknald en dood. Hoe lang duurde die beta? Die beta duurde 1 weekend. Zoals volgens mij van donderdag tot en met maandag. Een lang weekend dan. Lang weekend, ja, oké, lang weekend. Maar ik heb het maar van zaterdag tot met zondag gespeeld. Ja. Nou, we hebben ik heb het ook nog proberen te downloaden, maar tevergeefs met mijn internetsnelheid van een halve MB per seconde. Is het niet gelukt. Oh, jammer hè? Jammer doe. Ja. Ach. Oh, trouwens, ook nog even worth mentioning. Als je het spel hebt gekocht, of in ieder geval als je het pre-ordert, dan krijg je een week eerder de DLC. En maar die krijg je nog? Ja, dan krijg je gewoon gratis bij. Maar als je het gewoon normaal koopt, dan krijg je gewoon een week later, maar is het wel gratis DLC. Maar dan hoef je niet nog weer €10 erbij te betalen. Dus hey. Okay. Wat? Ja, ik zou sowieso niet pre-orderen. Dus, nee, als je pre-ordert met de Deluxe Edition volgens mij, dan krijg je een extra week eerder dat je de DLC kan gebruiken. Okay. Maar ja, als je dat niet doet, dan wacht je gewoon een week langer. Maar het is, ja, je zegt niet pre-orderen, maar je speelt nu wel in principe de beta, dus je weet hoe het spel in elkaar zit. Ja, ja. Nee, maar wacht eens even, hè, Robin. Je zegt, als je hem pre-ordert, dan krijg je een week eerder de DLC. Mm-hmm. En als je hem gewoon koopt, krijg je hem een week later. Maar dan is hij wel gewoon gratis. En vervolgens zeg je, en anders moet je betalen. Nee, joh, kijk, als je die Deluxe Edition koopt, want ik bedoel, als het goed is, was het Deluxe Edition. Als je die koopt, dan betaal je €10 meer. Maar je krijgt je wel een week eerder DLC. Oh, en bij de gewone edition niet. Maar dat is ook pre-order. Kan. Dus wat je eigenlijk voor betaalt is gewoon een week eerder spelen. Dus ja. Kun je net zo goed is dat het enige wat je kent in de Deluxe Edition? Lijkt me niet, toch? Wat? Nee. Ik heb nog wel wat meer dingen. Wel wat collectibles en zo. Maar ik heb het allemaal opgeschreven en zo, want dat boeide mij niet zoveel. Want je moet gewoon niet die Deluxe Edition kopen. Ja. Oké. Ja, nee, als het goed is zijn er trouwens 12 multiplayer maps. 12? Ja, onder de andere de werelden van, of in ieder geval meerdere, twee of meer maps per wereld. Dus Endor of Hoth of Tatooine. Oké. Met Battlefield 2, dat kun je nog wel herinneren, toch? Dat Endor en Hoth en zo. Oké. Ja. Als jullie denken van, wow, hè, Battlefront 2, wat? Dan op ons kanaal, vorige week. Ja. Video, Battlefront 2. Dit is trouwens wel leuk, als je dat eventjes hebt gespeeld, dan zie ik dit. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk leuk als vergelijking, inderdaad. Ja. Maar nu heb je geen kaarten, zie ik. Nee, inderdaad, want ik... de vorige was de missie, dus dan kreeg je gewoon dingen. Dit is de eerste keer dat ik multiplayer speel, dus dan moet je alles nog unlocken. Oké, ja. Dat is de eerste keer dat je speelt, kan je eigenlijk alleen maar schieten. Ja, zeg maar. En rennen. Okay. En die dingen oppakken. En, Maar die keer hadden ze al allemaal kaarten. Ja. Dat zag je net. Dat is op zich wel handig. Ja. Dat is op zich wel handig dat je kan zien wat die andere heeft. Ja, kun je ook een beetje kijken van wat gebruiken andere mensen inderdaad. Van wat is goed. Ja, wat past bij mij. Deze Access Madere Cara, hè. Ik werd zo vaak door die knakker Mad Racer, Robin. Mad Racer, dankjewel. Ze hebben nu al hacks, Robin. Wat ik ook echt super chill vond, was de respawn timers. Die zijn er gewoon niet. Je spant gewoon instant. Hier, kijk. Even dood. Kan gelijk weer spawnen. Oké. Nice. Dat is netjes. Maar ook wel fijn, vind ik in ieder geval altijd, dat je kan zien waar diegene is als je dood bent gegaan. Ja. Killcam, joh. Dit is zeg maar een charge, zeg maar dit ding. Wat ik telkens probeer op te pakken, maar het lukt niet. Dat is zeg maar voor de personal shield. Als je personal shield hebt en je pakt dat ding, heb je nog 1 personal shield erbij. Dat is dat middelste kaarsje, dat zie je. Ja. Het is hetzelfde tekentje. Ja, dat snap ik dus niet. Dat snapte ik pas toen ik zo'n ding had. Het is niet allemaal in één keer te snappen. Inderdaad. Dus ja, nou, het staat nog 2-1. We hebben nog 3 minuten te gaan. Dus ja. Ik weet je rondlopen, ik zie dat knakker. Dik. Holy shit, wat was dat? Dat is zo'n thermal of... Ja, Thermal Imploder volgens mij. Oh, dat is zo'n mooie sound trouwens ook, hè? Ja, inderdaad. Yeah. Die zijn echt amazing. En die krijg je dus van die drop dingen. Daarvan. Oké. Nou, ik probeer een beetje te flanken hier. Van achter word ik geflankt door Mad Racer. Oh, natuurlijk. Maar het spant wel meteen. Ja. Het wordt wel gevaarlijk, want het wordt nu 2-2 als zij hem pakken. Inderdaad, ja. Ze hebben hem al bijna. Ja, en daar hebben ze hem. Get 10 kills with blast rifle. Oh. Ja, we hebben net iets gedaan, nog niet? Ja. We hebben net iets gedaan. Maar je kon ook niks anders verder. Nee, inderdaad. Heb je eigenlijk ook een soort van knife of zo? Middle mouse button is melee attack. Dan sta je gewoon met de achterkant van je wapen, zeg maar. Ja, natuurlijk. Veel handiger. En dan doe je, als het goed is, doe je 50 damage. Dus 2 keer slaan, dus heb je iemand dood. Ik zie dat als het rondje voorloopt en dan heb je hem dus. Ja, als hij voorloopt dan heb je hem helemaal overgenomen. Je hoeft hem nu alleen te defenden, dus je kunt het nu nog overnemen. Ja. Ah, dat vond ik wel jammer. Ja. Je zag hem zo mooi achter je ineens. En... ja, serieus zo jammer. Hè? Oh, trouwens, wat ook nog even misschien goed is om te mentionen. Dit is nog maar op medium quality. Oh. Oké, maar waarom heb je op medium quality gespeeld dan? Ik dacht van, nou, ik doe even op medium kijken hoe dat speelt. Nou, gewoon normaal 60 fps, misschien wel meer. En nog best wel goede kwaliteit, toch? Ja, ik wou net zeggen, ik vind dit al mooi hoor. Ja, inderdaad. Nou, in het volgende filmpje laat ik dan Ultra zien. Dat is ook nog gewoon normaal 60 fps, is echt super chill. Okay. Ja. Maar wat ik net hoorde, ik hoorde... maar dat is... oh ja, dat is als je weapon overheat raakt, zeg maar. Dus je kan zo vaak schieten als je wil. Je hoeft niet te reloaden. Alleen het enige dat klinkt ideaal voor mij, dat vergeet ik altijd. Het enige dan zit ik te schieten en dan stopt hij opeens. Dat heb ik altijd. Ik let nooit op reloaden. Nee, het enige waar je op hoeft te letten is dat je weapon overhit raakt. Dus je ziet hier dat ik bijna aan het... kijk, nu dus is hij overhit geraakt. Dus moet je even wachten, even cooldown. Nou, kun je nu weer verder. Dat zit er wel uit als een game voor mij eigenlijk. Toch wel? Als, ja, als ik nog iets van shooters moet spelen, dan... Oké. Ik denk nooit dat mijn computer het aan kan, dus volgend jaar een keer misschien. Maar het is wel leuk op zich, het ziet er leuk uit, want je hebt, zeg maar, je hebt eigenlijk Battlefield 4, maar dan denk ik net iets close combat en ja, gewoon een future idee eigenlijk, denk ik. Ja, ik had eerst ook, dacht ik van, wordt dit nou wel iets, weet je wel? Ik had ook eerder mensen gehoord van, ja, DICE heeft dat gemaakt en dat wordt niet echt helemaal mooi, weet je wel. En je moet DLC en zo openen en zo. Maar voor wat ik nu gewoon, deze twee maps, heb ik nu al 7 uur plezier mee gehad. Oké. Ja. Ja, en ik zou nog gewoon wel meer willen spelen. Zou het niet op een gegeven moment vervelen? Ja, wordt het niet eentonig? Want als je bij Battlefield 4 hebt, ik vergelijk het met Battlefield 4, maar als je bij Battlefield 4 hebt, heb je zoveel dingen te doen, maar je hebt zo'n grote map, je pakt een keer een tank en snap je? Wordt het niet eentonig? Wacht eens even, de tijd staat stil jongens. Ja, dat komt omdat daar nog een pot over is die moeten defenden. Pas als die wordt overgenomen, stopt de tijd. Of ja, de tijd is gestopt, maar dan stopt de match, zeg maar. Dus dit is dus nu eigenlijk overtime. Maar het heeft toch eigenlijk al geen zin meer, want jullie hebben sowieso gewonnen. Nee, want we hebben die pot nog niet bemachtigd. Want zij kunnen het nog overnemen, die pot. Wat zij dus waarschijnlijk... ja, hier gaan ze nu doen. Oké, dus het gaat wel echt om die laatste ook. En dan wordt het gelijk? Ja, als zij het nu nemen, dan is het een draw en dan... ja, match over. Als wij winnen, dan hebben we gewoon nog een pot erbij. Huppa, hebben we gewonnen. Match over. Nou. Maar jullie hadden het over eentonigheid? Oh ja, inderdaad. Nou, wat het punt is, dit is maar één game mode. Je hebt dus ook... ja, game mode. Ja, inderdaad, game mode. Zo, ik hou het erop. Game mode. Ja. Je hebt ook nog andere maps, maar die hebben dus ook een andere mode. Dus met een grotere battle en andere dingen waar je in kunt zitten. En wat ik dus ook ga laten zien. Oké. Ik denk dat dat is gebeurd in het volgende filmpje. En ik weet zeker dat het gebeurt, want het filmpje is bijna afgelopen nu. Oké. Maar conclusie, het is echt continu actie. Continu actie, ja. Oké, dus niet het is soort rondlopen van... en zoeken naar mensen, er is niemand. En dat je op een gegeven moment in de bek gewoon gecampt wordt, weet je wel. Maar het is, het is dus, om een hele makkelijke vergelijking te pakken, Battlefield kwaliteit... in een... nieuw jasje. Ja, in Call of Duty gameplay, zeg maar. Tot dit is het close combat, zeg maar. Bij Call of Duty je gaat de bocht om en je schiet iemand gelijk neer. Dit is wel echt meer, je gaat over het terrein heen. En, de maps zijn echt heel open en daardoor kun je niet echt zitten campen en je kunt heel gemakkelijk iemand zien. Ja, daar heb je gelijk. Ja. Je moet wel echt oppassen nog meer hoe je loopt en waar je loopt en zo. Ja. Dus, wil je er meer van over weten, wat er nog meer te doen is, welke maps er nog meer zijn? Join ons voor het volgende filmpje en dan zien we jullie daar. Het volgende filmpje nou. De volgende video. Dat klinkt toch wel iets professioneler, hè? Join us met de volgende video. Wij zijn een professioneel kanaal. Precies. Dus, dan zien we jullie de volgende keer, hopen we. Like, subscribe. Ja, doei. Hoi. Later.